Take in. Tip it up, 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 tip it up. Is dat dan niet de straf? Hallo, ik ben Vincent van Petergem, burgemeester van De Pinte. En ik ben kandidaat voorzitter voor CD&V. Ja, de Marta is er ook. Schitterend. Hey, hola. Ah, middag, ik ben Sander. Ja, hi, ik ben Sander. Ik heb een vraag. Ik heb het gevoel, ik ben zelfstandig, dat ik enorm veel moet bijdragen als zelfstandig. Sociaal zekerheid is belangrijk, maar ik heb het gevoel dat alleen maar naar de vluchtelingen gaat. Ah, migratie is natuurlijk iets van alle tijden en ik denk dat we als samenleving wel solidair moeten zijn met iedereen die op de vlucht is. Mm-hmm. Maar het systeem kan natuurlijk alleen maar werken als zij die hier niet thuis horen, dat die effectief moeten terugkeren. En zij die hier wel mogen blijven, dat we die kansen geven, maar dat we daar ook iets voor in de plaats vragen. Ja. Dat we vragen dat ze Nederlands leren, dat ze werk zoeken en ook dat ze belasting betalen. Net zoals jij en ik. Zeg, ik heb vorige week Jean gezien. Hij was bezig over zijn pensioen. Hij is ambtenaar geweest, hij is bediende geweest, hij is freelancer geweest. Ja. Ik kan daar niets over vertalen, geen misschien wel. De periode is in ieder geval voorbij dat iedereen heel zijn leven lang voor dezelfde werkgever werkt. Hij heeft allemaal in verschillende statuten gezeten en daardoor is het natuurlijk zeer moeilijk om te gaan bepalen welk pensioen dat hij gaat hebben. Ik denk dat we dat echt moeten gaan moderniseren, welk werk dat ook doet. Het is de bedoeling dat je een degelijk pensioen krijgt op het einde van je loopbaan. Ja, ja. Dus als ik in het vervolg een app stuur, dan is het bij u. Vrij goed. Ja. Wow. Hallo, Febe. Ik maak me een beetje zorgen over de toekomst. Ik heb zo de indruk dat er bijvoorbeeld in Villa Politica dat er veel lege stoelen zijn. Dat zou inderdaad niet mogen, hè, want het is ook niet logisch dat er in de klas dat er geen leerkracht staat. Ik denk dat iedereen moet focussen op zijn job. En dat is ook een van de redenen waarom dat ik, als ik voorzitter zou worden, dat ik ga stoppen als parlementslid. Ik vind dat belangrijk, want op die manier krijgt er een nieuw jong iemand de kans om in het parlement te komen. Op dezelfde tijd kan ik mij volledig focussen op mijn taak als voorzitter. Ik denk dat dat echt wel belangrijk is, dat we ons werk doen. Ik heb een rotsvast vertrouwen in de toekomst van onze partij. Samen gaan we voor, door één ploeg te volgen. Van de Dorpsstraat tot de Wetstraat. Want dan is alles mogelijk.